Mensen, dames en heren, jongens en meisjes, daar zijn we weer! Hey, handjes in de lucht! Ik had trouwens eergisteren, of drie dagen, vier dagen geleden ook een video, maar daarvoor een week niet. Ik kreeg helemaal vragen op Instagram. Volg me trouwens op Instagram, Koen Kouwen. Volg mij op Instagram nu! Volg mij nu! Ik kreeg vragen, Koen, waar was je? Ja! Ik had toetsen! Zomaar ben ik een nerd geworden ineens. In ieder geval, we zijn terug en ik ga veel uploaden. Maar ja, jongens, het is december, dat betekent... Het is helemaal geen december, dat betekent... Het is november, dat betekent... Stacks on stacks. Degene die raadt wat voor geld dit is, mag het winnen. In ieder geval, mensen, we zijn vandaag met het Dikke Vette Huts team. Dikke Vette Huts. We zijn er weer, jawel, jawel, jawel. Maar voordat we gaan beginnen heb ik een 45k back volgens mij. Nee, oh, heel slecht, laat maar zitten. Dit is zo met bronspelers en zo. Die kreeg ik omdat ik level was geworden ergens, weet ik het. Het maakt me maar allemaal gereed uit. Is het een walkout? Nee, absoluut niet. Absoluutjes nietjes. Ik heb een Dika. Van Dika. Wat een leuke naam. In ieder geval. Dika Vette. Ja, wel. Oké. Deze gaat echt goed trouwens. Op FIFA tenminste, niet echt. Mensen trouwens, heb je deze video niet geliked? Doe het zeker. Ik wil 5000 likes in deze video. Moet lukken. 5000 likes ga ik heel snel weer uploaden. Ik hoop overmorgen. En abonneer mijn kanaal. We gaan nu echt richting de 300k. We moeten nog 5000. Ik wil sowieso in november wil ik de 300k halen. Dat moet gewoon lukken, toch? Nee, FC, dat moet gewoon lukken. Gewoon even Hutsie, een paar duizend abonnees bij de makkie. Zonder twijfel, gewoon makkie. In ieder geval, hiernaast hebben we Hutchinson. Huts dus. Huts. Rich. Daarnaast hebben we nog een Hutchinson. Rich. Dan hebben we nog een Hutchinson. Bingo. Rich. Daarnaast hebben we Hutchinson. Ik weet nog niet dat ik er vier achter elkaar had. Ik heb vier Hutsen achter elkaar. Rich. Dan hebben we nog... oh mijn god, ik heb weer een Hutchinson. Ik heb gewoon vijf Hutchinson achter elkaar. What the fuck. Ik heb ze gewoon in mijn team gepleurd, maar blijkbaar zitten ze dus precies achter elkaar. Wist ik niet. Wist ik niet. Rich. Daarnaast hebben we Hut. Ja, er was niks meer met Huts, dus dan heb ik maar Hut gekozen. En dan hebben we Hutsie. Hutsie. Wat een lekkere Hutsie zeg. Hutsie. Dit is mijn team. We hebben nu Dik's Vette Huts hebben we op de bank. Ik zat te denken, ja kijk, dit was leuk om het zo te laten zien. Maar als we nou even kijken, deze man gewoon hier neerzetten. Hoppakee. En deze man even omwisselen met deze man. En dan deze man even omwisselen met deze gast. Dan hebben we nog iets van een team wat misschien nog, ja, iets mee kan. Mensen, laat alsjeblieft in de comments achter hoe Huts jij dit team vindt. Ik vind dit van een schaal van 1 tot Huts, vind ik het wel... Vrij Huts. Ik ga voor hem. Sowieso. Sowieso. Dat is een Huts team. Ja, dat vind ik ook. Mijn tegenstander is absoluut kansloos tegen dit team van mij. Mijn Huts team. Mijn Huts team. Hij speelt met hooligans. Ja, ik kon nu ook tegen het team en denk, wat is dit voor team? Want hij ziet natuurlijk de naam ook niet. Hij heeft geen idee dat ik 5 hutjes achter elkaar heb. 5. Yo, what's up mensen? Mark of the Hardlines hier met vandaag weer een nieuwe video. De tweede aflevering van Missie Mark. Ik ben van plan met 2... We zijn begonnen. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. Huts, hey, Hutchinson. Oh, zit er maar naast. Misschien andere Hutchinson dan. Want ik heb nog 4 andere opties waar ik nog langs kan. Eigenlijk moeten alle ballen op Hutchinson Odoi. Want dat is degene met pace en met iets die iets kan waarschijnlijk. De rest kan er echt helemaal niks. Oh, IE. Hutchinson. Het team heet ook Hooligans. Dat is cool. Dat is echt heel cool. Dat vind ik echt vet. Nee, pak hem aan. Hutchinson. Nee. Dit meen je toch niet? Wat een poepdoelpunt. Wat... Hij gaat ook serieus op. Je speelt er een Hutsteam. Een Hutsteam met je Lewandowski. Van een meme. Ja! Hutsen dan door, yo! Kijk. Dit is ons moment. We keepen in de corner! Is dit nou nog niet weg, deze glitch? Oh, Hutsen dan doortje. Ho! Voel ik door mijn eigen spe... Oh! Oeh, ik kegel daar toch iemand omver? Mijn keeper loopt hier nog. Maakt niet uit. Jawel, wel als ik de bal nu kwijtraak. Dan is het wel een probleem. Waarom neemt mijn keeper de corners? Dit is zo'n onzin. IE, hoe moeilijk is het? Niemand wil dit. Er is niemand op de wereld die denkt van... Oh, ik stop mijn keeper als eerste in mijn team. Dus ik wil mijn keeper de corner nemen. Er is niemand op deze wereld die dat denkt. Helemaal niemand. Geloof mij nou. Hutsen. Ja, hij scoort gewoon. Hutsen Odoi. What the fuck? Hé? Ik dacht van, hij gaat helemaal fout. Hij schiet hem helemaal verkeerd. Nee. Daar is hij hoor. Callum Hutsen Odoi. Oh. Rustig aan, Callum. Rustig aan. Wat ga je doen? Wat een wereldgoal. Let's go. Hutsen Odoitje. Ik ga Hutsen Odoi als super sub gebruiken, mensen. In mijn volgende Weekend League. Ik heb trouwens mijn vorige Weekend League gespeeld. Daar komt hopelijk snel een video van. Mijn volgende video wordt dat hopelijk dat ik die Weekend League speel. Ik moet je dat eens aanraden. Want ik begon om 6:30 op zondagavond. S'avonds dus. Dat is meestal als zondagavond is. Het is meestal s'avonds, niet ochtends. Want het is avond, zoals ik zei. Dus had ik toen tot mij 9:00 ochtends op maandag om de Weekend League 30 potjes te spelen. Echt een aanrader video. Echt leuk. Maar die komen we dus aan. Maar deze week heb ik geen Weekend League gedaan. Voor als jullie dit zien. Zoma. Trouwens, jullie zullen je afvragen. Waarom ligt daar een ballon? Nou, waarschijnlijk vraag je het niet af. Jullie hebben het nog helemaal niet gezien deze video. Maar er komt binnenkort een video van waarom er allemaal ballonnen in mijn kamer liggen. Erg leuk. Leuk. Hou vooral het Bankzit kanaal in de gaten. Mensen, ben je trouwens al nog niet geabonneerd op het Bankzit kanaal? Doe even. Volgens mij hebben we op dit moment wel 200.000 subs. Dat is nice. Maar we willen even 500.000. Besef even hoeveel video awards wij gaan winnen volgend jaar, jongen. Beste muziekclip, niks. Beste video, die komt er nog aan. Maar ja, dat mag nog niks over zeggen.
Deze man is ook helemaal niet goed. Dan speelt hij waarschijnlijk ook niet heel serieus. Aangezien hij een team vol met hutsen speelt. Nou, hij speelt wel serieus. Hij gaat alles Lewandowski. En dan goed spelen met Lewandowski. Want ik wil scoren met Lewandowski. Ja, het is een meme, hè. Mooi, gewoon mooi. Oh, hutsen. Waarom neem ik hem ook met een keeper? Waarom doe ik dit? Waarom doe ik dit? Maar waarom? Koen, waarom zou je dit doen? Even serieus. Staat nergens op, toch? Nee. Moet je weer neertrappen, wat je niet lukt. Dan gaat hij gewoon weer scoren. Want hij is zo'n leuke FIFA-speler. Je bent zo leuk. Oh, hij staat voor met 4-1. Oh, wat goed voor jou. Het is maar een meme, hè. Het is mooi. Het is gewoon mooi. Nou, het is een meme, hè. Ja, mooi. Gewoon mooi. Ja, het is een meme, hè. Mooi. Gewoon mooi. Hey, ben je tijdens naar die seksclub geweest of... Nee, mocht niet naartoe. Moet je legitimeren en dan ja, nou, mag niet. Jammer weer. Het is een meme, hè. Als je dit kijkt, deze video, die kans is wel aanwezig. Dat een van je klasgenoten ziet, ook zeker. Hij heeft 4 schoten op goal, 4 goals. Hij heeft 2 schoten op goal, 1 goal. Ik ben genaaid. Daar komt het op neer. Ik ben genaaid. Het is gewoon een meme, hè. Mooi, gewoon mooi. Het is jammer van die 4 tegengoals. Dan zal we gewoon 1-0 voor gestaan. Ja, kijk. Zo makkelijk is het natuurlijk ook alweer. Ja, jongens, ik kan het moeilijk maken hoe het is. Maar winnen is winnen. Verliezen is verliezen. Ah, lekker. Die hoed is echt heel slecht. Daar moet ik echt zo min mogelijk bal op spelen. Die kan er echt helemaal niks van. Die is echt absoluut niet Hut. Hut, dus ze pakken hem. Hey, Hutsen. Huts, wat een redding. Oké, jongens, het is tijd. Hut moet eruit. Het is tijd voor Kevin Dix. Kevin Dix in de spits. Dit komt helemaal goed. Dit wordt de ommekeer. Ja, nou. Mag niet. Jammer weer. Mag niet. Jammer weer. Het is wel een beetje raar met die vraag over die seksclub. Dat die ouders zijn aangestaan. Die reageren niet eens gek. Oh, lekker serieus spelen. Lekker serieus spelen. Kom op. Kom op. Ja. Misschien kan met je vervelende brein nog een goal. Oh, yes. Binnenkant paal. Yes. Oh, je bent zo goed. Je bent zo goed. Je bent zo goed, jij. Oh, de mannequin challenge. Oh. Dix. Boom. Nee, en bij mij niet binnenkant paal. Ja. Ik zie alweer wie IE wil dat het wint. Dix nog een keer. Dix. Bam. Ah, hij ziet nu het stadion uit. Hoe ziet je die bal zo ver over? En ook als je hand door je gezicht, dat is dan weer wat minder fijn. Was je laatst dan naar Walibi geweest? Nee, mocht niet naartoe. Moet je legitimeren. Daar kwam je ook niet in. Jammer weer. Ja, jammer inderdaad. Ah, trap ik er weer neer. Trap ik er weer neer. Waarom doe ik het ook? Waarom doe ik het ook? Krijg ik weer geel. Dik. Hij is echt goed, deze tegenstander. Nee. Oh, hij is echt goed. Hij is echt goed. Oh, goed gekiept ook, Hutsen. Goed gekiept. 7-1. Wat de heck? Doe normaal. Waarom speel je zo goed tegen mij? Doe even normaal. Hutsen, boom. Nee, dat meen je niet. Ja, loop vrij daar. Oh, mijn spelers zijn zo traag. Oh, nu ga ik gieten. Krijg je rebound ook nog eens, want dit spel heeft herpet. En anders mis ik alsnog, want ik ben slecht. Ah, je bent slecht. Het is al genoeg dat je nu Division Rivals... Ah, fuck! Dat je nu Division Rivals aan het doen hebt, dat is een Weekend League. Op zaterdagavond. Nou, 9-1. Cornertje. Nee, die heb ik. Zou ik je wel vertellen, mensen, leuke anekdotes? Eigenlijk helemaal niet leuk. Ik zit op de universiteit. Ik ben dan toe slim. Oh! Oh my god. Buitenspel! Nee! 9-1. Nou, oké. Laat die wedstrijd maar zoom maar op mij in. Die wedstrijd hoeft niet meer te zien. Wat is dat voor zieke celebration? Oké, toch wel even terug. Toch wel de wedstrijd laten zien. Even herhaling van die celebration. Oh, ziek. 9-1, dat is echt goed dat ik deze speel. Ik had dus echt goed geleerd voor mijn toets. Ik zit op de universiteit en dan heb je dus een bibliotheek. En dan kan je dan leren. En er zitten echt alleen maar, ja, wat voor mensen. Ja, niet ik eigenlijk normaal gesproken. Nu wel, want ik dacht, ik ga even hard leren. Ik heb een toets en ik ga even keihard leren. Dus ik heb 3 dagen gewoon vol in die bibliotheek gezeten en gewoon geleerd. Geleerd, geleerd, geleerd. Toen kwam de dag van tentamen. En het is 10 minuten rijden naar de universiteit van waar ik woon. Nee, dat is niet waar. Ik woon in Almere Haven. Dus het is een uur rijden. Weet ik veel. Nou, in ieder geval, ik ging ruim van tevoren weg. 2 uur van tevoren. Ik ging trouwens 6 keer zo ver van tevoren weg als dat ik moest eigenlijk. Dus eigenlijk zou ik dan 6 uur van tevoren... In ieder geval, ik ging ruim van tevoren weg. Dus altijd wel een beetje file daar, weet je wel, rond de universiteit. En toen stond ik ineens stil en dacht van, hoe kan dit nou? Waarom sta ik stil? Was er een auto op de kop geslagen. Een auto op de kop. Had ik keihard geleerd, kwam ik veel te laat bij mijn tentamen. Een uur te laat. Een uur. En normaal had je 2 uur voor een tentamen. Tentamen is trouwens een toets, voor de mensen die niet weten. Niemand haalt het binnen 2 uur, want het was best wel een grote toets. En ik had 1 uur. Dus ik heb het helemaal verpest. Terwijl ik keihard geleerd had. Hey, divisie 6. Huts, dat gaat hard nu hoor. Lekker hoor. Niks mis mee. Hey, dit is nu echt mijn pot wordt dit. In ieder geval, toen kreeg ik dus echt een enorme kortsluiting. Heb je die kortsluiting nog niet gezien? Dat betekent dat je me niet volgt op Instagram. Volg me op Instagram. Mijn Instagram is Koen. Mensen gingen me ook uitlachen dat ik met de tamen ging missen. Dat is echt niet aardig. Ja, waarom kom ik net tegen die Elite heet ze team? Divisie 6. 6. Hutsen Odoi. Ja. Natuurlijk afgemaakt zonder enkel probleem. Hutsen Odoi. 1-0 voor. Ja, dan kan je heel erg al die space hebben. Wat ga je nou doen? Naar de fans. Oké. Okay. Volhouden deze voorsprong. Gewoon volhouden. Geen enkel probleem verder. Ah, nee. Dit meen je niet. Ja, naar links, hè. Ik zie je naar links gaan, maatje. Hoppakee. Easy save. Nee, ja, die gaat diep. Ja, ik zag hem al. Ja, die gaat niet missen, Suarez.
Nee, die gaat zeker niet missen. Zeker niet tegen Hudson. Ja, ik kan helemaal niet erop. Dit staat er neer. Dit is zo'n onzin. Ik kon er niet voorkomen. Nou, dan zijn we de Sjaak, want dit gaat Suarez niet missen. Hudson! Ja! Oh, zusje die handel. Jammer. Mensen, ik hoop deze video huts vonden. Ah, dat was weer een hutsje. Ik zeg bedankt voor het kijken naar deze video. Dan zeg ik, like de video. Reageer op deze video met hoe vaak ik huts heb gezegd. Oh nee, trouwens moet je in mijn Insta DM. Ik zou niet onder de video reageren. Nee, we gaan de eerste die het goed raadt. Ik moet het zelf dus ook gaan kijken en tellen hoe vaak ik huts zeg. Oh, ik haal mijn leven. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. Ik zeg, like weer om in de volgende keer. Ik zeg, doei. Huts is huts. Huts. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. Mijn tuin was op beat een beetje vals. Vrij, maar zo is het wel begonnen. Beetje jong en onbezonnen. Zit ze zelf voor op FIFA en ging onderweg en tonnen. Wauw. Je ziet mijn haar en je denkt daar komt het dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbeling.